Het verhaal wat ik vandaag ga vertellen, dames en heren, dat begint op een zonnige zondag. Waarmee ik niks algemeens over zonnige zondagen zou willen zeggen. Maar het was een zonnige zondag en om precies te zijn 28 juni 1914. De dag waarop Princip, een Bosnisch-Servische terrorist van een jaar of 18. Dat is de leeftijd dat ze echt heel lastig zijn, ook in politiek opzicht. De Oostenrijk-Hongaarse troonopvolger en zijn vrouw doodschiet in Sarajevo. En die dubbele moord, die heeft een paar weken later geleid tot het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. En daarmee begint eigenlijk de 20e eeuw. De 20e eeuw, zou je kunnen zeggen, begint 14 jaar te laat. Hij is ook, als je er een beetje over nadenkt, is die 9 jaar te vroeg opgehouden. En dat, zo gaat het wel vaker. De geschiedenis houdt zich eigenlijk niet precies aan de jaartelling die wij hebben georganiseerd. Dat is nu eenmaal niet anders. En als de 20e eeuw natuurlijk te laat begint, 14 jaar, dan voelt u wel dat de 19e eeuw dat die te lang geduurd heeft. En daarom hebben we ook een lange 19e eeuw. Die begint zo'n beetje met de Franse Revolutie in de late 18e eeuw en die duurt dan dus tot 28 juni 1914, tot die twee fatale schoten. Hoe is die moord nou aangelegd? Hoe zijn die jongens, want het waren een aantal jongens die samen besloten hadden om die moord te plegen, hoe zijn die ertoe gekomen? Frans Ferdinand, de weinig populaire Oostenrijk-Hongaarse troonopvolger, zou naar Bosnië gaan en die zou daar legeroefeningen gaan bijwonen. En die legeroefeningen waren een soort oefening waarbij Oostenrijk-Hongarije Servië zou aanvallen. Want Oostenrijk-Hongarije voelde zich bedreigd door het Servisch nationalisme op de Balkan. En dit was ook een beetje om die Serven te laten zien, kijk eens even, wij zijn niet voor de poes. En bij dat bezoek was lang van tevoren aangekondigd, dus ook betrekkelijk lang van tevoren konden die jongens aan hun voorbereiding beginnen. En zij namen contact op, want ja, ze hadden zelf verder niks. Zij namen contact op met een Servische organisatie die hen van geld en wapens zou moeten voorzien. En die Servische organisatie die nam weer contact op met een groep van personen die heet de Zwarte Hand. Ja, het is net Kuifje. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Hergé heeft, zoals u weet, een aantal diepe inzichten in de 20e eeuw gepubliceerd, maar dit heette de Zwarte Hand. Ook wel eenheid of dood of de Zwarte Hand. Het is ook dit soort van revolutionair nationalistische bewegingen, daar zit natuurlijk ook een heel sterke romantische component in. En zij krijgen een aantal bommen, 6 bommen, 4 revolvers en wat van die cyanide capsules. Ja, als ze gepakt zouden worden, zouden ze die capsule inslikken en kapot bijten en dan zouden ze doodgaan. Dat was het idee. En ze kregen in Belgrado, kregen ze een afschuwelijke stad zoals u weet, daar kregen ze instructie in hoe zij dit moordtuig zouden moeten bedienen. Het is wel van belang om te weten dat het initiatief voor deze actie, voor deze moordactie, niet uitging van de Servische overheid. Want we zullen zien, als het verhaal enigszins gevorderd is, dat Oostenrijk-Hongarije in feite de Servische overheid daarvoor verantwoordelijk stelt en besluit de straf. Maar de Servische overheid was er niet verantwoordelijk voor. Het was een initiatief van deze lokale jongeren, om het maar even zo te noemen. Op die zondag zelf posteerden de terroristen zich lang, ja, kan ze ook natuurlijk nationalisten noemen, net wat u wilt, is maar net het perspectief wat je op dit soort van gebeurtenissen hebt, waarschijnlijk in Servië, niet waar een van ressentiment en spijt vervuld land, zullen ze waarschijnlijk wel nationalisten worden genoemd, maar wij doen maar even terroristen. De terroristen stellen zich langs de route op. De veiligheidsmaatregelen, kan ik u verzekeren, waren minimaal. Dat was helemaal niet goed in orde. Ze verwachten eigenlijk ook niet iets dergelijks, dus her en der was wel een agent geposteerd, maar het had al met al niet zo verschrikkelijk veel om het lijf. En de eerste terrorist maakt zich op om zijn bom te gaan werpen, maar hij wist eigenlijk niet precies in welke auto de troonopvolger en zijn vrouw waren gezeten. Dus hij spreekt een agent aan en zegt, agent, kunt u mij vertellen in welke auto de troonopvolger zit? Ja, zei de agent, dat is de derde.
dank u wel. Ja, zo stel ik het mij voor. De conversatie is niet overgeleverd, maar ja, waarom zou je niet beleefd zijn op een dergelijk historisch moment? Dus de eerste terrorist die iets deed, die werpt die bom naar die derde auto waar de troonopvolger in zit. Maar op dat moment is er een soort van schrikreactie. Een chauffeur die geeft een beetje gas en die bom komt dus niet in de auto terecht. Dan zou het al heel snel helemaal fout zijn gegaan. Maar die bom die komt terecht op die opengevouwen linnen kap van die auto. Er is een museum waar die auto nog steeds aanwezig is. Dan ben ik natuurlijk net vergeten waar dat is. Maar als u zegt ik wil per se die auto eens bekijken, dan kan dat dus nog steeds. Het bekende idee van Napoleon heeft hier geslapen, dit is de auto van Frans Ferdinand, dat soort van sentimenten. Dat, soms is dat wel aardig en aan de andere kant voel je ook altijd een beetje opgelicht, omdat zo'n bed waarin Napoleon heeft geslapen, ja, als nou de afdruk van dat kleine mannetje nog in de lakens zou zitten, zou je zeggen, huppakee, hè? Of nog een deuk in het kussen, maar dat is er langzamerhand meteen. En vaak is het ook helemaal niet erg gebeurd natuurlijk. Ja, dus die bom valt op die kap en die valt van die kap af op de grond. En net als de auto die achter die auto rijdt, daar overheen rijdt, ontploft die bom. En die auto die zat vol met personeel, zal ik maar even zeggen. Adjudanten van Frans Ferdinand en ander volk. En een deel van dat personeel raakt bij die explosie van die bom fors gewond. Iedereen schrikt zich natuurlijk de takken en de stoet die rijdt nu iets sneller door in de richting van de bestemming van dat moment, namelijk het stadhuis van Sarajevo. Je moet geloof ik eigenlijk zeggen Sarajevo, maar ik zeg maar even Sarajevo. En aangekomen op het stadhuis is natuurlijk het probleem, gaan we door met dit bezoek, ja of nee? De burgemeester van Sarajevo was zo zenuwachtig over de hele gang van zaken dat hij gewoon zijn normale voorbereide toespraak heeft gehouden. Zo van wat fijn dat u hier bent en wat een leuke dag en nou ja, dat soort van dingen. Ja, tot die enorm uitgekafferd wordt door Frans Ferdinand die natuurlijk toch wat anders reageerde op de gebeurtenissen. En ja, eigenlijk heel erg zonderling, men besluit eigenlijk met het bezoek door te gaan. Ja, ik zou zeggen, eigenlijk normaal mens zou hebben besloten van laten we deze zaak maar stoppen. Hè, laten we er maar een eind aan maken, want wie weet zijn er nog anderen die ook iets van plan zijn. Dat valt toch niet zo verschrikkelijk moeilijk te bedenken. Maar Frans Ferdinand besluit het bezoek voor te zetten. Maar zegt hij, voordat we dat allemaal gaan doen, voordat we geloof ik naar het paleis van de gouverneur rijden, wil ik eerst even naar het ziekenhuis waar die gewonde adjudant is opgenomen. Dan wil ik even kijken hoe het ermee staat. Dus wat doen ze? De stoet rijdt terug, dames en heren, langs dezelfde weg als waar langs zij gekomen zijn. Opmerkelijk toch. En dat niet alleen, maar men vergeet in de verwarring van het moment, vergeet men tegen de chauffeurs van de auto te zeggen dat er nu een andere route gereden zal worden. Ja, u kunt ook in Sarajevo, het schijnt er wel weer veilig te zijn, kunt u gaan kijken. Ik heb begrepen zelfs dat er een nieuw steentje is ingemetseld om deze gebeurtenissen te herdenken. Ik heb ooit een ander steentje gezien wat op zichzelf ruim voldoende was, maar kennelijk hadden ze behoefte om weer een nieuw steentje in te metselen. En omdat ze die chauffeurs dus niet hadden ingelicht over de gewijzigde route, namelijk dat in A-tempo naar het ziekenhuis zou worden gereden, slaat die chauffeur af op het punt waarop van de traditionele route die verteld had gekregen van tevoren. En hij raaide daar de Frans-Jozef-gassen in, what's in a name, de keizer van Oostenrijk-Hongarije. En zeer wonderlijk, op dat moment roept de veiligheidschef, die roept stop, 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 we rijden helemaal verkeerd. En nou goed, de chauffeurs stoppen en beginnen moeizaam met die rare auto's van toen achteruit te rijden. En wie staat daar op de hoek? Princip. Die heeft namelijk net een sandwich gekocht in een comestibele winkel die daar toen zo'n beetje op de hoek was. En tot zijn stomme verwondering, u moet het zich voorstellen, hij had al gedacht, dat wordt natuurlijk niks meer. Hij staat daar en op anderhalve meter voor zijn neus stopt die auto en begint achteruit te rijden.
Dus hij pakt zijn pistool. Hij springt op de treeplank. Dat hadden die auto's toen voor dit soort van doeleinden. En hij schiet. Hij schiet op Frans Ferdinand en zijn vrouw. Die blijven zitten. Die beide zeer zwaar gewond zijn, maar die blijven zitten. Want ja, wat moet je? Je kunt er niet zwaar gewond uitspringen. En ze besluiten zo hard mogelijk door te rijden naar dat paleis van die gouverneur. En op die rit naar dat paleis van die gouverneur zijn beiden overleden. Zijn vrouw was al na een kwartiertje dood. Er zijn dramatische overleveringen van wat hij dan tegen haar zegt. Van ach, sterf toch niet voor de kindertjes en zo. Het is enorm aandoenlijk allemaal. Maar goed, zij is na een kwartiertje is zij dood. En vrij kort daarna is hij ook overleden. Of er in die auto in dat museum nog grote bloedvlekken zitten, dat durf ik u niet te zeggen. Dat zou natuurlijk voor een tv-ploeg interessant materiaal zijn. Maar zo zijn ze aan hun eind gekomen. En daarmee is dus, wat ik u al zei, het startschot van de 20e eeuw eigenlijk gelost. Want binnen een paar weken ontstaat die Eerste Wereldoorlog. En die Eerste Wereldoorlog die heeft de meest gruwelijke gevolgen gehad. Laten we eens kijken wat voor gevolgen die oorlog gehad heeft. Door de Duitse historicus Goleman is de Eerste Wereldoorlog beschreven als die moedercatastrofe. En dat kun je er zeker wel van zeggen. Het Oostenrijk-Hongaarse Rijk, niet waar, wat hier min of meer letterlijk in het hart getroffen was, heeft, zoals u weet, die oorlog niet overleefd. Dat is in zijn diverse onderdelen uit elkaar gevallen. Tegenwoordig denk je wel eens, was dat maar niet gebeurd. Hè? Het was eigenlijk wel een sympathieke chaos. Ik heb het verder niet eens over Sisi en Frans Jozef en zo. Hè, dat wordt daar wel erg mooi voorgesteld allemaal, maar wat er uitgekomen is ook niet zo prachtig eigenlijk, al met al. Het tsaristische Rusland, wat ook aan het conflict deelneemt, heeft het ook niet overleefd. Het Ottomaanse Rijk, wat ook bij het conflict betrokken raakt, heeft het ook niet overleefd. Geen van die rijken hebben het overleefd. Er zijn, zoals u weet, miljoenen en miljoenen doden gevallen. We weten niet eens precies hoeveel doden er zijn gevallen. En misschien wel het allerbelangrijkste op de lange termijn. Europa raakt door het conflict grondig gedestabiliseerd in alle denkbare opzichten. In politiek opzicht, in strategisch opzicht, in cultureel opzicht. Je kunt het zo in financieel-economisch opzicht. Je kunt in allerlei opzichten kun je de crisis van 1929 en de effecten daarvan in Europa, die kun je koppelen aan de destabilisering van eigenlijk van het volledige Europese systeem. Nou, wat ik al zei, die verschillende rijken hebben dat conflict niet overleefd. Het keizerrijk Duitsland heeft het wel overleefd, maar het keizerrijk heeft het niet overleefd. De keizer die is aan het eind van het conflict naar Nederland gevlucht en die heeft toen nog 20 jaar houtjes gehakt in Doorn. Ook een mooie plek die u kunt bezoeken. De ironie van het lot wil natuurlijk dat Wilhelm nog net heeft meegemaakt hoe de Duitse Weermacht Nederland bezet in 1940. Duitsland was vervuld na het conflict van revanchistische gedachten, wat weer verstrekkende gevolgen heeft gehad na de Eerste Wereldoorlog. Italië raakte diep gefrustreerd, dat had allerlei ambities ontwikkeld in die oorlog, maar die ambities zijn niet vervuld. En zodoende was Italië hoogst ontevreden. De twee grote overwinnaars van het conflict in Europa, Engeland en Frankrijk, leken overwinnaars, maar waren toch in allerlei opzichten zwaar aangeslagen. Frankrijk zeker zwaar aangeslagen, dat zullen we nog wel zien. Engeland was ook aangeslagen en had spijt van die hele onderneming. De Verenigde Staten hebben tenslotte het conflict min of meer beslissend beïnvloed aan het eind van het conflict. Maar die hadden ook verschrikkelijke spijt dat ze aan dat conflict hadden deelgenomen. Vrijwel niemand was er eigenlijk tevreden over, al kun je zeggen dat Amerika er enorm van had geprofiteerd. Maar tegelijkertijd hadden ze liever gehad dat ze er niets mee te maken hadden gehad.
Het fascisme en het nationaalsocialisme zijn in feite zonder de Eerste Wereldoorlog zijn die ondenkbaar. Als u kijkt naar de verschillende ideeën die in het fascisme aanwezig zijn, dan zijn die vaak al overgeleverd uit de 19e eeuw, maar de specifieke combinatie en met name de militarisering, het idee dat geweld een nuttige zaak is, dat zijn allemaal aspecten eigenlijk die direct gerelateerd zijn aan de Eerste Wereldoorlog. Het nationaalsocialisme idem dito. Als u kijkt naar Adolf Hitler, Adolf Hitler is, hoe vreemd het ook mogen klinken, bij uitstek een product van de Eerste Wereldoorlog. Adolf Hitler was tot aan de Eerste Wereldoorlog een structuurloze kletsmajor die nooit in zijn leven iets van enige betekenis had uitgevoerd, behalve kletsen dan dus tot diep in de nacht. Daar was hij goed in. En de Eerste Wereldoorlog is de grote césuur in zijn leven die betekenis geeft aan zijn leven en die vervolgens ook zijn politieke carrière lanceert. En dat hij, niet waar, dat deze zonderlinge Oostenrijkse niets nut, dat hij aan de macht kon komen in het sterkste, economisch sterkste Europese land, zonder dat hij ooit van zijn hele leven iets nuttigs had uitgevoerd, zonder dat hij ooit iets bestuurd had, geeft ook mensen die nooit iets bestuurd hebben toch het gevoel dat ze later het nog ver kunnen brengen, als het een beetje mee zit. Je hoeft er niks voor geleerd te hebben, zou ik nou maar zeggen. Al moet je zeggen dat hij natuurlijk datgene wat hij bestuurd heeft wel volledig de modder in gereden heeft, maar hij is aan de macht gekomen in Duitsland als gevolg van de economische crisis. En die economische crisis kunt u ook weer koppelen aan de destabiliserende effecten van de Eerste Wereldoorlog. En tenslotte natuurlijk nog een ander rampzalig product van de Eerste Wereldoorlog, de Russische Revolutie. Die in feite wereldwijde rampzalige gevolgen heeft gehad, want als gevolg van die oorlog, niet waar, bleek het tsaristische regime eigenlijk niet in staat om effectief die oorlogseconomie te organiseren en effectief oorlog te voeren. Dat leidt dan tenslotte tot opstanden in de Russische steden. En binnen die grotere Russische revolutie grijpt Lenin uiteindelijk de macht. In oktober of in november, hangt een beetje vanaf welke tijdrekening u wenst te hanteren. En de oude tijdrekening is geloof ik heet het Oktoberrevolutie, de nieuwe tijdrekening heet het Novemberrevolutie. Lichtelijk verwarrend, maar erg belangrijk is dat nou ook weer niet. En Lenins revolutie heeft natuurlijk op tal van plaatsen in de wereld navolging gevonden. En is gebaseerd, dames en heren, op een rampzalige gedachte, namelijk dat de voorhoede partij beter weet wat de arbeiders zouden moeten doen in de toekomst om echt gelukkig te worden dan de arbeiders dat zelf weten. Arbeiders zelf was het idee van de bolsjewieken, die laten zich in no time paaien met hoger loon en een kleurentelevisie en een autootje en naar de wintersport en zo. Terwijl hun werkelijke lot, hun werkelijke geluk besloten ligt in een revolutie die de samenleving grondig zal veranderen. Hoed u altijd voor mensen die denken dat ze beter weten dan u zelf hoe uw geluk moet worden gerealiseerd. Ik wil niks flauw zeggen over die geluksprofessor. Maar ik zou er voorzichtig mee zijn, als ik u was. Er is niet zo gevaarlijk. Als mensen zeggen, ik kan wel wat ellende organiseren, dat is veel betrouwbaarder in het algemeen. Of we kunnen het nog anders draaien. Als mensen uw geluk aanbieden, dan leidt dat vaak tot een onbeschrijfelijk veel grotere ellende dan die de welke waarin u al verkeerde voordat u dacht dat het misschien leuk zou zijn om wat geluk te organiseren. Ik zeg het een beetje ingewikkeld, maar u begrijpt wel wat ik bedoel. En als we dan toch bezig zijn om die rampzalige effecten van die Eerste Wereldoorlog te schetsen, dan moeten we natuurlijk, het nationaal socialisme was daarvan een product. Adolf Hitler was daar in feite een direct product van. Hij vond ook dat de macht over moest worden genomen door voormalige frontsoldaten, namelijk uit de Eerste Wereldoorlog. De frontzwijnen die hadden een grootse taak in de wereld te verrichten, zo zag hij zichzelf ook. En dat betekent natuurlijk dat de Tweede Wereldoorlog
eigenlijk ondenkbaar is zonder de Eerste Wereldoorlog. Dat is zo klaar als een klontje. Waarmee ik niet zeg, dames en heren, dat het onvermijdelijk was, dat het gedetermineerd was, dat het in de sterren stond of zoiets dergelijks. Het had anders kunnen lopen, maar goed, het is niet anders gelopen. En één ding is duidelijk, zonder Eerste Wereldoorlog geen Tweede Wereldoorlog. Dat die conflicten een soort interne samenhang vertonen, dat 1914, 1945, dat in feite beschouwd kan worden als één groot Europees conflict, dat staat als een paal boven water. Maar dat betekent natuurlijk ook nog dat de Koude Oorlog, die het directe resultaat is van de Tweede Wereldoorlog en van de machtsverhoudingen die als gevolg van de Tweede Wereldoorlog waren ontstaan in Europa, waarbij die twee reuzenmachten niet waar elkaar in het centrum van Europa getroffen hebben, dat die Koude Oorlog uiteindelijk ook gerelateerd is aan de Eerste Wereldoorlog. Ja, dus je ziet eigenlijk dat die drie conflicten volledig aan elkaar gerelateerd zijn. En als ze zo nou maar door blijven redeneren, ja, nee, Balkenende heeft er niks mee te maken. Dus daar hoeft u niet op te hopen dat ik dat ook nog iets over ga zeggen. Maar dan is eigenlijk de ellende van de Eerste Wereldoorlog, die druppelt eigenlijk door tot de Sovjet-Unie aan zijn einde raakt. Zou je met een beetje goede wil kunnen zeggen. En dus dan is het pas, wat is het, eerste kerstdag 1991, waarop uiteindelijk, nietwaar, aan die lange, lange reeks van verschrikkelijke gebeurtenissen die de moedercatastrofe had veroorzaakt, uiteindelijk een eind komt. En dat alles is eigenlijk impliciet in dat schot van die schot, ik moet zeggen schoten, want hij heeft door beide geschoten, ze niet in geslaagd om met één schot ze allebei naar het einde van de wereld te helpen. Waarbij je natuurlijk een heel interessante vraag moet stellen. Hij stond daar dus. Stel voor dat ze die chauffeurs wel op de hoogte hadden gebracht. En die auto's die waren met een gangetje van een kilometer of 40 voorbij die Frans-Jozef-kassen gejast. Of Princip had gedacht van weet je wat, ik ga naar huis, het wordt niks meer. Ja, u weet hoe pubers zijn, die verliezen al heel gauw de moed en zo. En dan gaan ze een beetje liggen woelen in het kussen. Nee, het is een zonderlinge samenloop van omstandigheden die hem in staat stelt om die moord te plegen. Het had, als het speciaal georganiseerd was, had het niet beter kunnen lopen dan het daadwerkelijk gelopen is. En zou het nou zo zijn dat als die niet had geschoten, dat dan de Eerste Wereldoorlog nooit gevochten zou zijn en dat we nooit van Adolf Hitler gehoord zouden hebben. Die zou een anonieme zwerver zijn gebleven in München en de Tweede Wereldoorlog was er niet geweest, allemaal. We waren in een soort van paradijselijke toestand voortgewandeld, hè, want in feite ging het geweldig goed in Europa aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog. Dat was een hele opgewekte tijd in allerlei opzichten en het was terecht een opgewekte tijd in allerlei opzichten. En nou ja, u weet wat historici altijd zeggen en wat u nu ook zit te denken van ja, ja, dat kun je nou wel zeggen, maar ik heb daar wel eens wat over gelezen en de omstandigheden in Europa waren zo dat als het niet de schoten van Princip was geweest, dan was het wel een dode duif ergens geweest op een andere plek die gewoon uit, hè. De structurele omstandigheden waren zodanig dat een conflict impliciet was. Ja, dat kunt u wel zeggen, maar dat weet u eigenlijk niet zeker. Evenmin overigens ik zeker weet wat ik nu sta te beweren, maar wij lijden een beetje aan de gedachte dat grote gevolgen ook grote oorzaken moeten hebben. Dat grote gevolgen het gevolg zijn van lange, onstuitbare structurele processen waarop individuele beslissingen nauwelijks invloed hebben. Dat soort van dingen, dat vinden wij een prettige gedachte. We vinden het eigenlijk vervelend om te denken dat het lag aan het feit dat een 18-jarige jongen toevallig een sandwich kocht in de comestibele winkel van Moritz Schmidt, als ik het wel heb. Dat vinden we niet prettig, dat het, hè? Want dan zou eigenlijk de hele 20e eeuw een soort gebeurtenis zijn die een piramide die op zijn punt staat. Maar zeker weten doen we het niet. Het had heel anders kunnen lopen. Het had niet noodzakelijk. Was een conflict waarschijnlijk, ja. Maar niet totaal zeker. De omstandigheden hadden kunnen veranderen. Er hadden allerlei gebeurtenissen plaats kunnen vinden.
Jan en alle man had van de trap kunnen vallen, had van alles kunnen gebeuren. En dan was het misschien wel niet gebeurd. Maar goed, die speculatie bied ik u even aan. Want u weet zelf dat je hebt tegenwoordig toch de chaostheorie die ons leert dat hele kleine oorzaken, hele kleine veranderingen of verschuivingen in de initiële toestand op de lange termijn reusachtige effecten kunnen hebben. Dan krijg je altijd het verhaal van die vlinder boven Tokio. Daarom wou ik het nou eens ophangen aan een meikever boven Moskou. Hoewel ik helemaal niet weet of die beesten daar voorkomen. Die uiteindelijk zorgt voor een orkaan in Birma. En dat geldt hier dus misschien, nogmaals, het is speculatief. Hè, maar was het onvermijdelijk? Nee, er is eigenlijk in de geschiedenis zelden iets wat echt volstrekt onvermijdelijk is. Sommige dingen zijn onvermijdelijk, maar dit soort van dingen niet per se. Nu natuurlijk de vraag, hoe was het mogelijk gegeven dan wat was de Europese situatie die ertoe leidde dat schot en de moord op dat echtpaar dat geleid heeft tot het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. En daarvoor zou je moeten kijken naar het Europa van 1914. Ik geef toe, als dat natuurlijk een heel stabiel en rustig en door angsten en ambities niet geplaagd statensysteem zou geweest zijn, dan zou er waarschijnlijk helemaal niets zijn gebeurd. Dat mogen we redelijkerwijze aannemen. Maar dat was helemaal niet het geval. Dat Europese statensysteem op dat moment werd geteisterd door alle mogelijke angsten en ambities en frustraties en tegenstellingen. In die zin kun je wel begrijpen dat daar tenslotte een conflict uit is voortgekomen. Dat is misschien een mooi moment om even te pauzeren, want dat had ik u eigenlijk aan moeten kondigen, maar ben ik totaal vergeten natuurlijk. De bedoeling is dat ik twee keer een goed half uurtje spreek en dat u nu heeft u 5 minuten de gelegenheid om te hoesten, te snuiten, mogelijkerwijs geruisloze winden te laten en andere mogelijkheden die u ten dienste staan te gebruiken. En dan begin ik met het tweede halve uur, wat ietsje langer zal duren dan het eerste halve uur. En als dat er dan op zit, dan heeft u nog de gelegenheid om vragen te stellen. Tot 9:30. Dus 5 minuten pauze. Ik heb instructies dat ik pas met de tekst mag beginnen als u helemaal stil bent. En mij werd ook nog gevraagd of ik u wilde verzoeken om uw telefoon uit te zetten voor het geval dat u die nog niet uit heeft gezet. U weet bij degene bij wie de telefoon gaat, die wordt verzocht naar voren te komen en dan voor 5 minuten zelf een korte beschouwing over de Eerste Wereldoorlog te geven, waar ik dan een cijfer voor geef. Ja. Goed, ik hoop dat u dat allemaal gedaan heeft en geleidelijk stil bent geraakt. Wat ik u al zei, het Europa van 1914 wordt verteerd door angsten, ambities en spanningen. Laten we maar beginnen met Oostenrijk-Hongarije. Niet waar, een multinationale staat waarvan de elite wel aanvoelde dat zij bedreigd werd door het probleem van het opkomende nationalisme, in het bijzonder het nationalisme op de Balkan, terwijl juist Oostenrijk-Hongarije ambities op de Balkan had om daar te profiteren van de desintegratie van het Ottomaanse Rijk. Ook ambities op de Balkan had Rusland, want Rusland wilde de medeslavische bevolkingen steunen en hoopte uiteindelijk, niet waar, op bij verdere desintegratie van het Ottomaanse Rijk op een positie aan de Dardanellen. Om Constantinopel en de Dardanellen te beheersen. En u begrijpt ook wel dat dat van strategische interesse was voor Rusland, omdat je op die manier de export van de Oekraïne, nou ja, enzovoort, enzovoort. Dus er botsten ook al de ambities van de Russen op de Balkan met de ambities van Oostenrijk-Hongarije. Frankrijk en Engeland, niet waar, de twee imperiale Europese mogendheden, maakten zich vreselijke zorgen over de opkomst van Duitsland en over de enorme economische
en demografische dynamiek die Duitsland vertoonde. En als we uiteindelijk naar de diepere oorzaak zoeken van die conflicten van de 20e eeuw, die aan elkaar gerelateerde conflicten van de 20e eeuw, dan moeten we die misschien toch uiteindelijk zoeken in de eenwording van Duitsland door de oorlog van 1870, uitgeroepen, het Wilhelminische Keizerrijk is uitgeroepen in de Spiegelzaal in Versailles in januari 1871. Je zou kunnen zeggen, Duitsland was te groot voor Europa en te klein voor de wereld. Wilde Duitsland zijn ambities in Europa verwezenlijken, dan kon dat alleen ten koste van bestaande posities van de grote mogendheden die zich daartegen onvermijdelijkerwijs zouden verzetten. En je kunt, als je heel kort door de bocht wil, kun je zeggen dat zowel de Eerste Wereldoorlog als de Tweede Wereldoorlog pogingen zijn van Duitsland om in feite een hegemoniale positie in Europa te verwerven. Omdat ze dachten dat alleen met een dergelijke hegemoniale positie hun zekerheid voor lange termijn was gegeven. Dus de diepste oorzaak ligt misschien wel in het probleem Duitsland. Op dat moment in 1914, dat levert een belangrijke bijdrage ook aan het uitbreken van die oorlog, was Europa verdeeld in twee grote allianties. Eén alliantie van Frankrijk, Engeland en Rusland en één alliantie van Duitsland, Oostenrijk, Hongarije en daar bungelde ook Italië nog een beetje bij. Italië is altijd een beetje de bungelaar in Europa. Af en toe komt Italië ook in het verhaal voor, meestal in een betrekkelijk ongelukkige rol. En om nou te zien hoe we aan die twee allianties zijn gekomen, hoe die allianties tot stand zijn gekomen en door welke angsten die allianties werden en ambities die allianties werden gedreven, moeten we toch even terug naar 1870, naar het tot stand komen van het Duitse Keizerrijk. En zoals u weet was het Duitse Keizerrijk een creatie van Bismarck. En de eerste 20 jaar was er eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel mis met Duitsland, omdat Bismarck wel inzag dat consolidatie van die nieuwe Duitse positie, dat verreweg de beste politiek zou zijn. En hoe moest die consolidatie diplomatieke en alliantietechnische vorm krijgen? Hij moest ervoor zorgen natuurlijk dat de erfvijand Frankrijk geïsoleerd bleef, zodat Frankrijk zich niet zou kunnen verbinden met eventuele andere grote Europese mogendheden in een soort pact tegen Duitsland. Ten meer omdat Frankrijk natuurlijk revanchistische gedachten koesterde, want de Duitsers hadden zich Elzas-Lotharingen toegeëigend na die oorlog, na die gewonnen oorlog tegen Frankrijk in 1870. Een van de grootste fouten, ik weet niet of een van u een veroveringsoorlog bezig is te plannen. Ja, dat kan ook met de buren zijn, hè, dat je geleidelijk aan de schutting een eindje opschuift als ze met vakantie zijn. Bewijs maar eens dat u de schutting een eindje op heeft, hè. Leg er meteen nieuwe graszoden bij en zo. Annexeer, dat is mijn waarschuwing, annexeer nooit gebied. Want degene van wie het afgepakt hebt, die blijft altijd denken van ik wil het weer terug hebben, hè. U weet dat na de Tweede Wereldoorlog hadden wij ook wilde plannen om een groot stuk van Duitsland te annexeren. Zo'n beetje als je van Zuid-Limburg zo'n rechte lijn trekt naar de Achterhoek, zou ik maar zeggen, dat wilden we allemaal gaan annexeren. De Duitsers te straffen voor het feit dat ze ons bezet hadden. En gelukkig, dames en heren, hebben we dat niet gedaan. Want dan zou die centrale van Kalkar in Nederland hebben gelegen. He? Ja, hij heeft nooit gewerkt, maar toch zonde van het geld natuurlijk. Hè. Dat vinden wij ook. Het schijnt nu een pretpark te zijn, heb ik begrepen. Hè, hoe een atoomcentrale tot pretpark kan geraken. En u weet dat we toch nog een klein stukje hebben we geannexeerd. Dat was Hoog-Elten, hebben wij. Ja, misschien dat we er een berg bij wouden hebben of zo. Hè, want op dat punt zijn we natuurlijk een beetje minderwaardigheidscomplex. Maar ook dat is eigenlijk een... Dat is te vergeefs geweest. Dat hebben we tenslotte ook weer teruggegeven. Annexatie is praktisch onder alle denkbare omstandigheden een heel, heel onverstandig beleid. Want de wond blijft open. Je kunt er wel een pleister op plakken, maar de wond blijft open. Zoals ook deze wond van Elzas-Lotharingen open gebleven is. Maar goed, Bismarck isoleerde dus Frankrijk,
Dat was het primaire doel. Hij sloot een bondgenootschap met Oostenrijk-Hongarije. En hij begreep natuurlijk ook wel dat als hij geen bondgenootschap zou sluiten met Rusland, dat dan een verbinding tussen Frankrijk aan de ene kant en Rusland aan de andere kant een praktisch onvermijdelijke zaak was. Maar zijn probleem was ook toen al die ambities van Oostenrijk-Hongarije en Rusland op de Balkan. Ze hadden in feite heel tegengestelde ambities die lastig te verzoenen vielen. En toch is het Bismarck gelukt om een alliantie met Rusland te sluiten. Het zogenaamde Rückversicherungsvertrag. En dat heeft dit wonderlijk complexe en moeizame diplomatieke systeem heeft gefunctioneerd zolang Bismarck aan de macht was. Misschien was hij ook wel de enige die in staat was om al die ballen tegelijkertijd in de lucht te houden. Maar Bismarck is in 1890 heengezonden. Kwam een nieuwe, jonge Duitse keizer, Wilhelm II. Een niet al te snuggere figuur. Wat dat betreft hebben de Duitsers geen geluk gehad. Maar goed. En Wilhelm had grootse ambities. En vertolkte in die zin ook de grootse ambities van de Duitse natie. En die nieuwe Duitse politieke leiding die heeft eigenlijk dat Rückversicherungsvertrag niet verlengd. Omdat ze dachten dat ze een ander beleid zouden moeten voeren. Ten eerste dachten ze dat op de zeer, zeer lange termijn Rusland onvermijdelijkerwijs de grootste bedreiging voor Duitsland zou zijn in Europa. En als u daar even over nadenkt, u telt 2 en 2 bij elkaar op, dan begrijpt u ook wel dat daar wel wat in zit. Want alle andere Europese naties, die stelden vergeleken met Duitsland natuurlijk niet zo verschrikkelijk veel voor. Dat was namelijk ook nog een tijd dat de Duitsers zich als de konijnen voortplanten. De Duitsers die waren tussen 1890 en 1914 waren er iets van 17 miljoen Duitsers bijgekomen. Ja, dat is een prestatie van formaat. In die precies diezelfde tijd waren er maar 1 miljoen Fransen bijgekomen. Ja, het is altijd de interessante vraag, wat is knapper om ze allemaal erbij te maken, om juist of juist er heel weinig te maken. Hè? Nou ja, dat laat ik een beetje aan uw eigen inzichten over. Dus demografisch was Duitsland ook ontzaglijk dynamisch. De Duitsers begrepen heel goed dat op de middellange termijn Frankrijk niet de grootste bedreiging. Maar stel je voor dat Rusland, dat overigens volkomen achterlijke Rusland nog steeds, dat zou zich industrialiseren, dat proces begint ook te draaien, zo na 1890. Dat betekende dat de Russen ook spoorwegen aan zouden leggen. Een industrialisatieproces zou met zich meebrengen dat de Russen ook in staat waren om een moderne oorlog te voeren. Nou, tel dat allemaal bij elkaar op en er zou een moment komen, vroeg of laat, dat de Russen, die veel meer en toch nog veel grotere bevolking hadden dan Duitsland, dat Rusland in principe sterker was. Het wonderlijke is, ik loop even op de gebeurtenissen vooruit natuurlijk, dat Rusland in de Eerste Wereldoorlog militair eigenlijk voortdurend klop heeft gekregen van de Duitsers. Maar dat uiteindelijk op de nog wat langere termijn deze angstvoorstellingen van de Duitse natie zijn gerealiseerd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het Derde Rijk heeft uiteindelijk is verslagen aan het Oostfront. Niet door ons, maar verslagen aan het Oostfront. Door het Rode Leger. In feite door Rusland dus. Alleen nu in een nieuwe, wat efficiënter en draconischer incarnatie dan toen bestond. Dus ja, men laat dat verdrag met Rusland, laat men lopen. Met het idee ook, dat was een Duits idee, dat Duitsland uiteindelijk zou moeten pacteren met Engeland. En dat kwam ook een beetje, wij kunnen ons dat nauwelijks nog voorstellen. Engeland was toen de meest benijde natie ter wereld. Engeland was toen de meest succesvolle natie ter wereld. Een betrekkelijk klein land met een bevolking die misschien toen, ik weet het eigenlijk niet precies uit mijn hoofd, maar ik denk 30 miljoen zielen zal hebben bedragen. En dat land had het grootste imperium wat er was, waar de zon zoals u weet niet onderging. Althans, dat zei men. Ja, tenslotte gaat hij overal een keer onder, maar goed, ja. Het is ingewikkeld om dat nu even te gaan uitleggen.
Engeland was natuurlijk de uitvinder van de industriële revolutie. Engeland had een eeuw lang een ontzaglijke technologische voorsprong op praktisch iedereen gehad. Bovendien was Wilhelm ook nog geparenteerd aan het Engelse koninklijk huis. Ik geloof dat Victoria zijn grootmoeder was. Ik ben altijd wat slecht in de royalistische verhoudingen, maar die waren allemaal familie van elkaar toen. Dat is nu niet meer, maar toen waren ze allemaal familie van elkaar op een of andere manier. En Wilhelm bewonderde Engeland, zoals zoveel deden in die jaren, maar was tegelijkertijd ook jaloers. Waarom zou Duitsland eigenlijk niet krijgen wat Engeland had? Want precies ongeveer in 1913 passeert de Duitse industriële productie, die passeert de Engelse industriële productie. Dus een soort jaloezie op Engeland, maar het idee was, wij kunnen misschien wel pacteren met Engeland, eigenlijk met het idee, Engeland dat empire, Engeland toch wat eigenlijk beschouwd werd als een buiten-Europese natie, er zat per slotverrekening een zee tussen, hè, zoals ze zichzelf nog steeds beschouwen, zoals u weet, als een buiten-Europese natie, het slaat nergens op, maar zij houden die mythologie nou eenmaal in de lucht. Je vraagt je af hoe lang ze dat nog kunnen doen. En dan zou Duitsland, niet waar, dan zou Engeland als het ware toestemming geven op de langere termijn voor een Duitse hegemoniale positie op het continent van Europa. Dat was eigenlijk een idee wat ook bij Hitler nog leefde. Dan zijn we decennia, zijn we in feite verder. Dus het verdrag met Rusland wordt opgezegd en er wordt gesproken her en der op verschillende momenten tussen de Duitsers en de Engelsen. Maar we zullen zien, dat zou nooit wat worden. U begrijpt waar het toe leidt dat het verdrag met Rusland wordt opgezegd. Rusland en Frankrijk pacteren al vrij snel en sluiten een bondgenootschap in 1893. Waar natuurlijk Duitsland tussen zat. Ze hadden het een beetje aan zichzelf te danken, maar ze zaten ertussen. U moet ook eigenlijk deze zaak even begeleiden met een blik op de historische kaart. Want dan zult u zien dat al die landen in Oost- en Europa, die bestonden allemaal nog niet. Duitsland en Rusland grensden direct aan elkaar. Al die rommel die daartussen zit, die was nog niet aanwezig. Die zou pas in de loop van de 20e eeuw door de diverse conflicten in die 20e eeuw worden gecreëerd. De Duitsers laten we eens proberen te beschrijven wat de Duitsers. De Duitsers dachten zowel defensief als offensief. Ze dachten eigenlijk allebei tegelijkertijd. De Duitsers wilden een wereldmacht worden, want ze zeiden, kijk eens, ons potentieel is even groot, minimaal, eigenlijk groter dan het Engelse potentieel. Dus waarom zou aan ons een dergelijke wereldmacht ontzegd worden? Dat was en. Ze hadden ook het gevoel, als ze geen wereldmacht zouden worden, dat ze dan op de lange termijn de boot zouden missen in het spel van de werkelijke wereldmachten. En wie zouden dat spel spelen naar hun idee? Dat waren de Verenigde Staten, op de lange, lange termijn, maar natuurlijk ook Engeland. Daar wilde Duitsland bij horen. Vandaar dat ze een wat wonderlijke terminologie hadden, Weltmacht oder Niedergang. Of Duitsland zou erin slagen om een wereldmogendheid te worden, of Duitsland zou blijvend opgesloten worden met gefrustreerde ambities in Europa. Wij weten wat het tenslotte geworden is, maar dat hebben ze voor een niet onbelangrijk gedeelte eigenlijk aan zichzelf te danken. In de loop van de jaren 90 zijn de Duitsers begonnen met de bouw van een enorme vloot. En wat was de bedoeling van die vloot? Aan de ene kant om die Duitse ambities een soort van vorm te geven, want Duitsland was ook van plan om een fors imperium op te bouwen, maar die vloot had nog een tweede bedoeling. Die vloot had ook de bedoeling, het beleid liep over twee verschillende rails als het ware. Die vloot had ook de bedoeling om de Engelsen een beetje onder druk te zetten. En misschien zou Duitsland wat minder vlootambities koesteren als de Engelsen bereid zouden zijn om wat meer ruimte te geven aan de Duitse ambities in Europa. Dat was het idee. Maar dat heeft totaal niet zo gewerkt. Want de Engelsen die raakten natuurlijk volledig boven theewater, zo verschrikkelijk was het nou ook niet, maar de Engelsen voelden zich daardoor bedreigd.
De Engelsen waren nu eenmaal heer en meester van de wereldzeeën. En een Duits vlootbouwprogramma zou op termijn onvermijdelijkerwijs een bedreiging zijn van die bijzondere Engelse positie, waar in feite Engeland zijn hele plaats in de wereld aan had te danken. En daar komt nog bij dat de Duitse buitenlandse politiek in de jaren 90 en ook in het begin van de 20e eeuw, ja, wat zullen we daarvan zeggen, een onaangenaam soort van agressieve retoriek vertoonde. Zette het veel zoden aan de dijk? Totaal niet. Het was een soort ketelmuziek. Maar het was hele onaangename, vervelende ketelmuziek. Die eigenlijk de andere partijen in Europa nerveus en bezorgd stemde. Altijd was, als het om Duitsland ging, de eer van de keizer en het keizerrijk in het geding. Maar uiteindelijk heeft die hele agressieve Duitse buitenlandse politiek, en ik zal u alle details zal ik u besparen, die heeft eigenlijk precies het omgekeerde bewerkt van wat de Duitsers ermee wilden bewerken. Want de Engelsen voelden zich dus enigszins bedreigd. De Engelsen hadden sowieso natuurlijk beseft zelf heel goed dat hun positie niet meer was wat die was in de jaren 70 en 80 van de 19e eeuw. Dat ze in toenemende mate concurrentie in de wereld zouden ondervinden. Als u kijkt naar het publieke debat in Engeland, zult u zien dat er in de late 19e eeuw al zo'n gevoel was, o jee, waar moet dat heen? Een beetje te vergelijken misschien met het debat wat nu plotseling is losgebroken over de positie van de Verenigde Staten. Is dat een positie die op lange termijn te handhaven is? Of zal het zo zijn dat door de opkomst van andere machten onze positie, die ooit zo eminent is geweest, geleidelijk aan zal worden bedreigd? Want dat moet gezegd worden natuurlijk. Er zijn maar heel weinig landen die op de lange, lange termijn een eminente positie weten te handhaven. Vroeg of laat komt het moment dat je niet meer centraal op het historische toneel staat, maar dat je plaats moet maken voor een nieuwe macht met nieuwe ketelmuziek en nieuwe ambities, die vaak nog veel meer inwoners heeft en nog veel meer economisch potentieel dan degene die tot dat moment de centrale positie heeft vervuld. Ja, het is ook een beetje, het is een soort race waarin de loper met het stokje steeds groter en sneller wordt. Ooit was de Nederlandse Republiek in de 17e eeuw een kort moment, een korte flits. Ja, vertel het niet aan Verdonk, want dat zou verschrikkelijke gevolgen kunnen hebben. Maar we hebben het stokje overgegeven aan de Engelsen. Maar de Engelsen hebben het stokje tenslotte ook moeten overgeven. Die zijn ook geabdiceerd als wereldmogendheid. Niemand neemt ze als zodanig nog serieus. En dat is overgenomen door de Verenigde Staten. En vroeg of laat beseffen we wel dat het stokje door iemand anders zal worden overgenomen. Dat gaan de meesten van ons niet meemaken, dus er is geen reden om nu meteen Chinees te gaan leren en zo. Echte zorgen hoeven we ons er ook niet over te maken, maar toch. Het is eigenlijk altijd tijdelijk. Dat is ook alweer een troostende gedachte in zekere opzicht. Dat je altijd uiteindelijk door de loop van de geschiedenis tot een zekere nederigheid wordt gedwongen. Engeland voelde dus al wel de hete adem van andere potentiële concurrenten in de nek en besefte ook wel dat het die mondiale positie niet meer in zijn pieren eentje kon garanderen. Dat het verstandig zou zijn om her en der naar bondgenoten te zoeken. En dat heeft Engeland ook gedaan. In 1902 sluit Engeland een bondgenootschap met Japan. En datzelfde Japan begint in 1904 een oorlog tegen Rusland. En u begrijpt, aanvankelijk was natuurlijk het idee dat Japanners, kleine gele kereltjes, dat zou niks worden. We hebben dat heel lang gedacht, dat als je niet op zijn minst 1,86 meter was en blank en van middelbare leeftijd, dat het allemaal nooit wat zou worden. En ook nog man, sorry dat ik dat even vergat. Ja, je ziet dat geleidelijk aan de emancipatie ook mijn brein bereikt heeft. Maar de Japanners winnen glorieus van Rusland. In feite blijkt Rusland volstrekt incompetent. Ik zal u ook de zonderlinge anekdotes over die Russische vloot die al op de Noordzee dacht dat ze door Japanners werden aangevallen. Dat bleken gewoon vissersboten te zijn. Daar hebben ze toen een beetje op geschoten.
Nou ja, dat zijn al van die verwarringen die, waarvan uit blijkt niet waar hoe weinig competent de leiding is. Rusland verliest. Rusland verliest kansloos van Japan. En dat deed in Londen een belletje rinkelen. Want in Londen dacht men, als Rusland zwak is, dan is ook het bondgenootschap van Frankrijk en Rusland, dat is ook zwak. En dan zou het wel eens kunnen zijn dat Duitsland in staat moet worden geacht om dat bondgenootschap te verslaan. Maar als dat zou kunnen, als dat een optie is, een mogelijkheid, dan zouden de Duitsers ooit wel eens aan de kanaalkust komen te kunnen komen te staan. En dat zou voor de Engelsen een rampzalig scenario zijn. Ten eerste voelden ze al helemaal niks voor een mogendheid die heel Europa zou domineren. Laat staan die dat ook zou combineren met een aanwezigheid aan de kanaalkust. Dat zou werkelijk pas bedreigend zijn. Dat bleek ook vrij bedreigend toen het in 1940 tenslotte zover kwam. Dat doet de Engelsen besluiten om nog een soort, nou ja, bondgenootschap, dat is het eigenlijk niet. Dat is het geleidelijk aan geworden. In 1904 komen de Engelsen met de Fransen tot een soort overeenkomst, tot een soort verdeling van invloedssferen in Afrika. Want daar ging het in eerste instantie om de verdeling van invloedssferen in Noord-Afrika. En de Engelsen kregen Egypte. De Fransen hadden ook aandelen in die kanaalmaatschappij en zo. Maar de Engelsen kregen Egypte en de Fransen konden dan in Marokko en Algerije hun gang gaan. Dat was het idee. Dat was een zogenaamde entente, een soort verstandhouding tussen de Fransen en de Engelsen. En daar waren de Duitsers al behoorlijk over geschokt, want de Duitsers hadden eigenlijk altijd gedacht, die Engelsen hebben in potentie zulke conflicten met Frankrijk en Rusland, omdat dat ook imperiale mogendheden zijn, dat ze uiteindelijk wel in onze armen zullen worden gedwongen door overwegingen het imperium betreffende. En precies het omgekeerde gebeurt nu, tot ontzetting van de Duitsers. En toen de Engelsen eenmaal bedacht hadden dat wellicht Duitsland sterker was dan dat bondgenootschap van Frankrijk en Rusland, zijn ze ook militaire besprekingen met de Fransen begonnen, die heel verstrekkende consequenties zouden hebben. Want in die militaire besprekingen werd afgesproken dat de Franse vloot zou zich concentreren op het Middellandse zeegebied en de Engelse vloot zou zich concentreren op de Noordzee. En dat betekende eigenlijk dat die hele Duitse vlootbouw eigenlijk door de samenwerking van de Fransen en de Engelsen op dit terrein een min of meer zinloze exercitie was geweest. Dus die entente komt tot stand en die groeit eigenlijk langzaam uit in de daaropvolgende jaren tot een echt bondgenootschap tussen de Fransen en de Engelsen. Het was misschien nooit de bedoeling geweest, maar het waren de omstandigheden. En ook tot op zekere hoogte was het, laten we zeggen, dat akelige, luidruchtige, onaangename, door ressentiment gedreven optreden van de Duitsers, wat eigenlijk die entente steeds versterkte. En tot ontzetting van de Duitsers werd daar nog een nieuwe stap in gezet, want in 1907 wordt die entente cordiaal tussen Frankrijk en Engeland, dat wordt een triple entente. Dat wil zeggen, Engeland maakt ook een deal met de Russen. Al die conflicten daaraan, met die patanen en zo, daar in Centraal-Azië, dat wordt ook bijgelegd door de beide partijen. En nu ontstaat een triple entente. Dus het gevolg eigenlijk van de zorgen over het ambitieuze en dynamische Duitsland is dat zich tegen Duitsland nu in feite een veel groter en machtiger bondgenootschap heeft gevormd. Namelijk een bondgenootschap van Engeland, van Frankrijk en van Rusland. Dus Duitsland was eingekreist geraakt en had nog sterker het gevoel, wij moeten op enigerlei wijze ooit uit die omsingeling zien weg te breken. Als we ons niet in Europa bevrijden van onze kluisters, hoe kunnen we dan onze ambities in de wereld ooit realiseren? Dat was de grote vraag waar de Duitsers voor stonden. En dan bent u natuurlijk misschien geneigd, vooral de ouderen onder ons, hebben die neiging een beetje
Om te denken, daar heb je die Duitsers weer. Altijd hetzelfde liedje met die Duitsers. Die deugen eigenlijk nooit. Ja, wij hebben in Nederland ook zo'n cultus gecreëerd dat die Duitsers, dat die voor geen meter deugen. Nu komt dat voetballen weer, dus berg je maar. Maar die Duitse ambities waren eigenlijk helemaal niet zo uitzonderlijk. Imperiale ambities hadden al die Europese mogendheden. Denkt u aan onze eigen gordel van Smaragd. Ook wij voerden een soort van kleinschalig allemaal. Het was allemaal niet indrukwekkend, we waren een klein landje. Maar ook wij voerden een soort van imperiale politiek. Het idee dat je zonder een imperium niks waard was, dat zat diep verankerd in de ziel van de Europese politieke en militaire elites. Het was overigens onzin, zou blijken in de loop van de 20e eeuw. De meeste van die imperia, dat waren verliesgevende bedrijven. Dat waren allerlei landen in Afrika, ja, waar je wel zebra's had, maar ja, wat moet je met een zebra? Ja, het zijn sympathieke dieren, maar bijvoorbeeld volkomen ongeschikt als trekdier. Wist u dat? Daar hebben zebra's geen zin in. Het is heel moeilijk om zebra's te leren om een karretje te trekken, zal ik maar zeggen. De enige imperia waar flink aan verdiend is in de loop der tijden, dat was Nederlands-Indië en Brits-Indië. Daar hebben de moederlanden wel grote voordelen van gehad in de loop der eeuwen. Maar Duitsland had ook wel wat gebieden in Afrika, maar dat stelde allemaal niet zo verschrikkelijk veel voor. Ja, er werd wel eens geld verdiend door, u weet hoe dat ging, wie niet deugde werd naar de koloniën gestuurd en sommige van die lui zullen daar wel eens wat verdiend hebben, maar het waren uiteindelijk, was het een verliespost. In de loop van de 20e eeuw had je er niet veel aan om een groot imperium te hebben. We zijn al die imperia, zoals u weet, kwijtgeraakt en vaak denk je bij jezelf, gelukkig, daar zijn we vanaf. En sterker nog, wat we nog over hebben, daar kunnen we maar niet van afkomen. We zouden het dolgraag willen. Hoe vaak ze al niet een brief hebben geschreven aan Venezuela, willen jullie die roteilandjes niet hebben? Maar aan wie je ze ook aanbiedt, het is altijd van nee. Wat nu nog kolonie is, wil dolgraag kolonie blijven. En het heeft vaak ook wel zekere voordelen natuurlijk. Ja, dus die hele kolonie, dat was eigenlijk een soort mythologie die gedreven werd door dat voorbeeld van Engeland. Eeuwenlang de belangrijkste mogendheid op het wereldtoneel. Nou, nu komen we dus geleidelijk aan richting de Eerste Wereldoorlog. Maar er is nog een belangrijke zaak die genoemd moet worden, omdat die van enorme betekenis is geweest in de dynamiek die leidt tot het uitbreken van het conflict. En dat is de militaire planning van het Wilhelminische Keizerrijk. Aanvankelijk hadden ze daar een plan, want ze waren dus, ja, het was Frankrijk en Rusland, dus iedereen kon op zijn vingers natellen, dat er een twee frontenoorlog gevoerd zou moeten worden. Militair gezien een onaantrekkelijke propositie. Maar aanvankelijk was het idee om in feite defensief ten opzichte van Rusland zich op te stellen en offensief ten opzichte van Frankrijk. Maar in 1905 is dat veranderd en hebben de Duitsers een uiterst ambitieus militair plan bedacht, waarin ze dat enorme probleem van de twee frontenoorlog die ze eventueel zouden te hebben te voeren, op hadden gelost door een soort geniaal idee. Ze hebben die twee frontenoorlog eigenlijk opgedeeld in twee eenfrontsoorlogen. Het idee was namelijk dat de Russen zo achterlijk waren dat het ze wel eens minimaal 6 weken zou kosten voor ze volledig gemobiliseerd zouden zijn, voordat ze dus gevaarlijk konden worden. En in die 6 weken, in dat window of opportunity, konden ze dus hun hele strijdmacht in principe gebruiken om Frankrijk te verslaan. Dat was het idee. Maar als u daar nou even over nadenkt, zult u zien dat op het moment dat de Russen besluiten te mobiliseren, om wat voor reden dan ook, moet Duitsland onmiddellijk mobiliseren.
Want op dat moment zijn er nog 6 weken om Frankrijk te verslaan. En dat is natuurlijk een heel karwei, want je moet zelf mobiliseren. Dat hadden de Duitsers allemaal tip-top in orde. Maar die boel die moet ook op het spoor gezet worden. En die moet op het juiste moment, moeten die op de juiste stations aankomen. En het voer voor de paarden moet worden meegenomen. Het is logistiek, is het een enorme operatie. En die moet voltooid zijn. Dat wil zeggen, Frankrijk moet verslagen zijn in die periode van 6 weken. En als dat dan gebeurd is, dan wordt de hele zaak weer ingeladen. Allemaal weer in het spoor. Ja, wat dat betreft zou waarschijnlijk de wereldgeschiedenis totaal anders zijn verlopen wanneer de managers van de Nederlandse spoorwegen deze zaak hadden moeten klaren. Er was waarschijnlijk gewoon niks gebeurd. Hè? Ja, had de blad op de rails gelegen of de mot had in de wissels gezeten of ProRail staakt, of nou ja, er is altijd wel een of andere bijzondere aanleiding waardoor de zaken niet in orde zijn, maar ja, de Duitsers zijn altijd volledig afhankelijk geweest van, dat was ook de Duitse specialiteit, hè, om de spoorwegen op een optimaal, efficiënte wijze te gebruiken in het kader van de oorlogvoering. Dat was een van de hoofdredenen dat ze in 1870 zo succesvol waren geweest. Maar nogmaals, dat Schlieffenplan, want zo heet het, de bedenker van dit plan, van die 2 eenfrontsoorlogen, heette von Schlieffen, de chef van de Duitse generale staf. Dat Schlieffenplan was een soort van doomsday-machine. Nogmaals, als Rusland mobiliseerde, dan zat het fout. Dan moest Duitsland onmiddellijk in beweging komen. Daar kon niet meer geaarzeld worden. Vandaar ook dat de bekende Engelse historicus E.G. Pitela ooit een boekje heeft geschreven over de Eerste Wereldoorlog, wat heet War by Timetable. Er kon niet getreuzeld worden, die schema's waren zo precies, hè, dat je had, bij wijze van spreken, een paar minuten om over te stappen, en lukte je dat niet, dan zou de zaak in principe fout lopen. En zo arriveren we dus in die vroege zomer van 1914, en dat is volgens mij een praktisch ideaal moment om er voor vanavond een punt achter te zetten. Mochten sommige dingen u niet duidelijk zijn geworden, dan kunt u dadelijk naar hartelust vragen stellen, want u krijgt weer 5 minuten om te kuchen. En dan gaan we 1 minuut om te kuchen. Oh, u moet dan vrij fors doorkuchen, want het blijkt dat u het gezag stelt dat er 1 minuut om te kuchen is. Dus ga nu maar kuchen en dan gaan we meteen door met de vragen. Ja, kunt u ook iets zeggen over de economische achtergrond van het ontstaan van de Eerste Wereldoorlog? Ja, dat is goed. De beroemde Bagdadbaan en de imperiale expansie die daaromheen hangt, lijkt me ook niet onbelangrijk. Dus een beetje de marxistische benadering. Ja, ik heb natuurlijk vergeten, u heeft geen idee wat een fantastisch collegediktaat het is, maar ik vergeet er altijd in te kijken als ik eenmaal begonnen ben. En ik heb daar ook een regeltje staan over de veronderstelde economische oorzaken van het conflict. Want u weet, ik ben gedeeltelijk ook nog toen ik jong was, niet waar, bleken eigenlijk alle narigheid van de wereld, die bleek veroorzaakt te worden door zogenaamde monopoliekapitalisten. Je kon zo gek niet verzinnen, maar je doet een kast open, je haalt zo'n stapel handdoeken weg en je ziet er al iets raars bewegen en een monopoliekapitalist. Ja. Overal zitten ze. En nou heb ik een hele merkwaardige mededeling voor u. De monopoliekapitalisten hebben niets te maken met de Eerste Wereldoorlog. Dat is dat heeft Lenin, zoals u weet, er een stukje over geschreven. Dat het die imperiale ambities waren van de monopoliekapitalisten. En dat kwam omdat ze hun producten niet kwijt konden en dat hun winst maakten. Nou, ik ga die hele riedel niet herhalen. Het heeft er allemaal geen reet mee te maken. Kijk, dat kan ik nu zeggen omdat de opname gestopt is. Ja, daar hou ik me een beetje in, dat begrijpt u zeker wel. Het heeft er niets mee te maken. In feite gaat het conflict, dat kun je al zien door wat ik vertelde. Hè, de Fransen, de Engelsen en de Russen leggen hun imperiale ambities en problemen en conflicten, leggen ze bij. Waarom? Omdat ze heel goed inzien dat de werkelijke kern van het machtsconflict
niets te maken heeft met die patanen die daar door die Afghaanse wildernis galopperen, of wat ze daar ook precies mogen doen. En ook niet met Afrika, maar dat dat te maken heeft met Europa zelf. En met de opkomst van Duitsland, die dus moeilijk in te passen viel in de bestaande Europese machtsstructuur. He, want, laat ik het nog een keer zeggen, maar ik hoop dat ik het wel een beetje goed heb uitgelegd. Als de Duitse ambities zouden zijn gerealiseerd, uit te breken uit die Einkreisung die zij voelden, dan betekende dat natuurlijk onvermijdelijkerwijs een enorm machtsverlies voor de Fransen en de Russen. He, want Duitse hegemonie, dat zou natuurlijk ten koste gaan van die bestaande mogendheden. En dat heeft met het monopolie. Sterker nog, ik ga nog een stap verder. Waren wij toen maar geregeerd door monopoliekapitalisten? Waren de Duitse reders en de Duitse industriëlen en de Duitse chemiebaronnen en al dat andere fenomenale en geniale geboefte, hadden die maar de macht gehad in het Wilhelminische Duitsland? Dan was het niet gebeurd. Dan was het helemaal niet gebeurd. Zonde van het geld vonden ze het. He? Ja, het zijn wel, monopoliekapitalisten zijn wel boeven, maar ze hebben hele andere prioriteiten dan de echt gevaarlijke boeven. Want hun prioriteiten zijn namelijk geld verdienen. En dat kan hele vervelende consequenties hebben, maar zelden leidt het ertoe dat tientallen miljoenen jonge mannen niet waar worden vermalen in een zonderbaarlijke en wonderbaarlijke gehaktmolen zoals we volgende week zullen zien. Ja, ik hou de spanning er een beetje in. Het wordt volgende week nog veel erger. Het wordt gruwelijk. He? Die Duitse reders bijvoorbeeld, die natuurlijk ook goede contacten met hun Engelse collega's hadden, die hebben nog geprobeerd om, als het dan tenslotte misloopt in de juli-crisis, om er een eind aan te maken. Economen zeiden van, natuurlijk komt er geen conflict, daar heeft niemand enig belang bij. Niemand bleek er ook enig belang bij te hebben, want de effecten van de oorlog bleken rampzalig op zeer lange termijn. Nee, de monopoliekapitalisten, dat is een heel apart soort van geboefte, hè, maar in dit opzicht, Duitsland werd geregeerd door een militaire en een politieke elite. Een politieke elite die allerlei atavistische ideeën hadden. Denkt u aan die Junkers, hè? Aan die lui met die grote landbouwbedrijven daar in het oosten. Hè, dat waren de lui die de lakens uitdeelden. En dat waren mensen die dachten in traditionele machtstermen. Hè, wij moeten in dat Europese statensysteem moeten wij de macht zien te verwerven. Hoezo, ja? Microfoons, dat is een. Dus als Duitsland eigenlijk eerder gedemocratiseerd was, dan had dat monopoliekapitaal zich ook politiek in een werkelijk machtig parlement kunnen manifesteren. En dus eigenlijk door die late democratisering, die pas aan het eind van de Eerste Wereldoorlog kwam, had dat monopoliekapitaal dat die krachten, die burgerlijke krachten, niet het platform, het politieke platform om bij te sturen. Zeg. Ja, daar zit wel wat in. Dan moet u dat boek lezen van Bernd en Moore, Social Origins of Dictatorship and Democracy. En daarvan is de centrale these, die tegenwoordig wel wat rafelig is geworden, maar goed. De centrale these is dat Duitsland wel gemoderniseerd is en wel geïndustrialiseerd is, maar in feite onder leiding van een pre-industriële elite. En dat hele vervelende effecten heeft gehad. En dat een dergelijk proces, hè, waarbij eigenlijk een pre-industriële elite gecombineerd wordt met het moderniseringsproces, dat onder andere leidt tot de opkomst van fascisme. Denk u aan Italië, een vergelijkbaar. Je ziet het ook in het huidige China, wat economisch ook accelereert, maar niet democratiseert. Nee, toch ben ik over China, daar ben ik eigenlijk, dat mag je tegenwoordig ook niet zeggen natuurlijk vanwege die Olympische Spelen. Zouden ze die aardbeving hebben georganiseerd, denkt u? Dat ze daar hebben, weet je wat we doen? Chinese draken zitten overal natuurlijk. Dat gezeur met die Olympische vlam, doe maar een aardbevingtje. Dan zijn een hele wereld vergeten, dan hebben ze meelijden met ons en zo. En nee, ik vond juist ook die aardbeving, moet ik zeggen, was toch een interessante. Vergelijkt u Birma nou eens met China. Hè? China was traditioneel natuurlijk ook een land wat zich isoleerde, wat niks met hem, mogen we geen pottenkijkers weg daarmee. En dat niet alleen, je zag met die aardbeving eigenlijk ook een veel interessanter verschijnsel, dat zich in China ook een soort civil society begint te vormen. Dus burgers zelf schenken geld aan de slachtoffers van de aardbeving.
Ja, dat werd gewoon in de krant geschreven of dat de normaalste zaak van de wereld was. Maar mij leek het juist een indicatie van de ingrijpende veranderingen die zich bezig zijn in dat land te voltrekken. Net zo goed als de Chinese machthebbers. Ja, het heeft er verder niks met die Eerste Wereldoorlog te maken, maar goed, we gaan er even op door. Ja, misschien heeft het wel iets te maken met de Vierde Wereldoorlog, u zal het zeggen. Hè? Interessant, ja. Wij zullen het allemaal niet meemaken, aan enkele jongeren. Maar we zitten eigenlijk in een hele rustige, geleidelijk aan uitstervende uithoek van de wereld. Hè? Vroeger waren wij het centrum van de wereld. En nou ja, dat zijn we al lang niet meer, zoals u weet. En sommigen die betreuren dat, maar het is natuurlijk een zegen dat je niet het centrum van de wereld bent. Voordat je het weet heb je ook allerlei politieke leiders die de belastingen verjubelen aan idiote militaire apparaten en avonturen en zo. Dat moet je helemaal niet hebben. Nee, Europa, dat is een... Nou ja, kijk, Europa's, voor wat hier zo'n beetje zit, het vergrijzende Europa. Hè, dat is een... Dat is heel symbolisch. Hè? Ja, in plaats dat we met de AK-47 erop uittrekken, gaan we naar een lezing over hoe we een eeuw geleden de boel verpest hebben. Hè? Dat is eigenlijk een hele ingrijpende verandering. Maar ja, als je kunt je voorstellen dat met een kwart eeuw, misschien 30, 40 jaar. Als Amerika natuurlijk de machtsverschuiving in het Pacific Basin verkeerd interpreteert of probeert te vermijden, dan... U moet eigenlijk gek genoeg dat boek van die Huntington, The Clash of Civilizations, waar al die lulkoek over die moslims in staat, dat moet u gewoon overslaan. Maar hij heeft over China en Amerika op lange termijn heeft hij heel interessante observaties, vind ik althans. Ja, die boek wordt altijd met helemaal verkeerde bedoelingen gelezen. Maar goed, daar is nog een vraag, ja? Ik zag net deze minuut. Ja. Oh, oké. Okay. Maar ik ben u niet vergeten. U verklaart de Eerste Wereldoorlog een beetje de aanloop vanuit de machtspolitiek. Maar hoe komt het nou dat die Duitsers met een Fries vreugeltje krieg zijn begonnen, massaal, en de Engelsen hun Lord Kitchener's Army, dat ook die bevolkingen zo gek zijn geweest om daar aan mee te doen? Wat is daar in die onderstroom, in die bevolking, in die gewone hoofden van die mensen nou gebeurd? In die aanloop naar die Eerste Wereldoorlog? Dat is een fantastische vraag. Maar als ik die nu zou beantwoorden, hoeft u volgende week niet meer te komen. Dus u begrijpt dat ik mijn kruid droog hou. Ik ga dit allemaal verklaren. Ik ga dit allemaal uitleggen waarom mensen zo gek waren om... Want nou, ik kan wel een tipje van de sluier oplichten. Hè, dat ze juichend naar het front vertrokken. Hè. Dat oorlog zelf, dat oorlog niet de dood was, maar het ware echte leven. Nou, nu heb ik al een heleboel verklaard, maar... Ja... Toen ze erachter kwamen dat het niet zo was, was het te laat, hè, zoals dat zo vaak gaat. En, nou, misschien ga ik dat volgende week dan wel weer zeggen, maar... Het is morgen al, hè, Maarten? Oh ja, dat is... Jezus, waar, sorry. Ja, god, dat zou ik eens... Maar goed dat u het even zegt, zeg. Had u hier allemaal gezeten, zat ik thuis. Zou wel goed... Zou een droevige... Ja, je begint een beetje aan Alzheimer te denken, toch, hè? Oké, ik ga daar, nogmaals, het moet nog komen in het verhaal, maar ik zal het niet vergeten, dan u daar. Wie is er? Nee, jij zit daar onder die camera. Ja, oké. Kom maar naar je toe. Ja, mijn vraag was eigenlijk ook een beetje over wat heeft die bevolking zo opgezweept om die fris en vrolijke krieg in te gaan. Nou goed, dat wordt dan morgen onthuld. Ja, morgen. Ik hoop dat u geen andere afspraak heeft. Nee, ik geloof het niet eigenlijk. Nee. Maar laat ik u een voorbeeld geven. Ik ga dat morgen allemaal uitleggen. En dan zult u denken, god, dat was me toch een tijd. Wat een rare lui allemaal. Wat een wonderlijke misvattingen. Wat een droom en een rare ambities. Maar mag ik u herinneren aan de aanloop naar de interventie in Irak? Nu 5 jaar geleden. Mag ik u herinneren aan de opgewonden ketelmuziek uit Washington? United States, the mightiest empire in the world, mightier than the Roman Empire, mightier than the British Empire. Wist u dat de Irakiërs langs de weg zouden staan met bloemen om ze te verwelkomen? Dat zou leiden tot een ingrijpende totale democratisering van het Midden-Oosten? Dat daardoor de Arabieren plotseling zouden denken, wat een sympathieke lui zijn die Israëli's toch?
Die hebben natuurlijk het grootste gelijk van de wereld altijd gehad. Dat moeten we nu erkennen. En ja, ik heb het nu over de Amerikanen. U zou nog kunnen denken, ja, Amerikanen, dat is ook nou een beetje naïef volk en zo, goedgelovig. Herinnert u zich de Nederlandse media nog, hè? Die deze sprookjeswereld ook verkondigd hebben? Ja, mag ik u herinneren aan, ja, sorry dat ik even doorzeur. Mag ik u herinneren aan het feit dat onze regeringsleiders voortdurend verschijnen op de scherm om uit te leggen wat een grootse taak wij in Afghanistan vervullen? Een tribaal land waar 15 verschillende talen worden gesproken, waar ze elkaar sinds mensenheugenis de strot afsnijden. En daar gaan wij nou een hele sympathieke democratie gaan we daarvan maken. He? Ja. Misschien dan toch nog iets korts over die volksaard, want het waren natuurlijk hele verschillende volken binnen Europa. Die Duitsers die net één geworden waren, die Fransen, die Hongaren. Werd dat op verschillende manieren beleefd nee. In die tijd? Nee, u zult zien morgen, sorry, ik wou weer volgende week gaan zeggen. Morgen zult u het allemaal te horen krijgen, ja. Ja. Nu heb ik wel voldoende gezegd over deze materie. Het komt, ja, okay, het komt. Mooie cliffhanger. Ik zag vooraan de vraag. Wie is de volgende? En hier was ook nog iemand. Nu? Oké, ik ga daarna. Ja? Ja, u weet nu dus geen vragen over na juni 14. Hè? We zijn nu op 1 juli 1914. Ik wilde u vragen of het ook in uw bedoeling ligt om aandacht te besteden aan de rol van de religie. Want in wezen is het toch zo dat zowel Engeland, Frankrijk, Duitsland, Rusland allemaal christelijke naties zijn. En we hebben ook nog een Vaticaan met een paus. En wat is nou de betekenis geweest van de religie in die periode van voor de ontstaan van de Eerste Wereldoorlog? Geen, dat heeft geen rol gespeeld. Helemaal niets. Dat wil zeggen, elk land meende dat onze lieve Heer speciaal op de hand van dat land was. Ja. Dat is zo'n wonderlijke gedachte die wij hebben. Dat onze lieve Heer in Duitsland is, of spreekt onze lieve Heer Duits. In Luxemburg spreekt hij Luxemburgisch. Je begrijpt niet dat hij het kan, maar het schijnt zo te wezen. In Nederland spreekt hij Nederlands. Met een beetje gereformeerde tongval, maar toch. In Frankrijk spreekt hij Frans. In Rome spreekt hij Italiaans. Of misschien wel Latijn, who knows. Of Aramees. Ik weet nooit helemaal duidelijk wat hij spreekt. Ja. Wonderlijk soort van idee, maar dat is wat men dacht. Ik bedoel, overal waren de pastoors en de dominees bereid om de ten strijde trekkende te zegenen en te denken dat ze voor de goede zaak streden. Hoe God dat allemaal doet daarboven, dat weet ik ook niet precies, maar nee, de religie speelt in feite geen rol van betekenis in de. Het is een puur machtsconflict in Europa. Zij dat die alle macht is gebaseerd op economisch potentieel. We zullen zien hoe de landen die in feite niet in staat zijn om hun potentieel te mobiliseren, hoe die uitvallen en falen. En hoe efficiënter je je potentieel mobiliseert, hoe beter het gaat. Maar je zou mogen verwachten dat de religie toch een hele sterke rem zou kunnen zijn. Nou, dat zou wel heel bijzonder zijn. Ik weet niet, misschien dat ik ook nog eens een leuke voordracht kan geven over de rol van de religie in de oorlogvoering. Maar bij mijn weten heeft de religie op geen enkele plaats in de geschiedenis, op geen enkel moment, is het ooit een hinderpaal geweest om elkaar op bloedige wijze af te slachten. Integendeel, het was vaak een unieke aanleiding om dat te doen. Hè? Ja, want het zijn allemaal kleine verschilletjes en zo. Ja, De een doet niks op zondag, en de ander doet niks op zaterdag, en weer een ander doet niks op woensdagmiddag. En nou ja, allemaal een goede reden om je buurman de strot af te snijden natuurlijk. Even kijken. Ja. Ja, ik heb goed naar u geluisterd en u had het vooral ook over Engeland, dat een grote koloniale wereldmacht was geworden.
Frankrijk had ook zijn koloniën, want die waren met elkaar in strijd daar volgens mij ook over in Afrika en in Indochina. Maar Duitsland had geen koloniën, heb ik altijd geleerd. En dat ook een van de Duitse ambities is geweest om voor die oorlog om koloniën te krijgen. Zeker. Om daarmee een gelijke status te hebben, een gelijke situatie met Frankrijk en Engeland. Wat zegt u daarvan? Nou, wat ik u al zei, dat Duitsland wel degelijk imperiale ambities had. Mm-hmm. En dat die vlootbouw een onderdeel was van die ambitie. Overigens had Duitsland wel degelijk koloniën. Maar dat waren een beetje zanderige winkeldochters. Hè? Ja. Duits-Zuidwest-Afrika. Hè? Ja. Hoe heet dat tegenwoordig ook weer? Namibië. Hè? Je ziet wel zo'n documentaire dat je denkt van, goh, ben ik blij dat ik niet naar Namibië woon. Hè? Wat dat betreft zijn veel van die documentaires, daar denk je bij, wat ben ik blij dat ik in Nederland woon. Hè? Daar zijn ze wel goed voor, die documentaires. Oké, we hebben geen olifant op de Hoge Veluwe, maar daar moet iets aan te doen zijn, lijkt mij. He, dat moet te organiseren zijn. Heette het niet Tanganyika toen? Dat was ook een Duitse kolonie. Sterker nog, ik zal het daar verder niet over hebben, maar nu u er toch naar vraagt. Die Duitse kolonisten in Tanganyika, die hebben een jarenlange fantastische guerrilla-oorlog gevoerd waar de Engelsen nooit greep op hebben gekregen. De Duitsers zijn de kolonie die ze hadden ook nog wat eilandengroepen in de Stille Oceaan. Ik geloof de Marianen en nog zo wat meer. Nou ja, zo loop ik weer op de gebeurtenissen vooruit. Die worden door de Japanners ingepikt. He, die denken, oké. Maar wat moet je nou met zo'n... Wat moet je met van die eilanden in de Stille Oceaan? He? Ja, palmen en zo. En je kunt in de lagune zwemmen en je kunt een kokosnoot eten, maar het zet geen zoden aan de dijk. Na een week begin je al te denken, ik wou dat er eens een regenbuitje viel. Ja, u merkt dat ik heel wat weken heb doorgebracht op eilanden in de Pacific. Nee, dus Duitsland raakt zijn koloniën kwijt, ik loop toch alsmaar op de gebeurtenissen vooruit, aan het eind van de Eerste Wereldoorlog. Dat worden deels door de Japanners ingepikt, deels door de Engelsen ingepikt. En deels werden het mandaatgebieden. Maar Duitsland raakt zijn koloniën kwijt. En, wat ik u al suggereerde, good riddance. Wat had je eraan? Je had er niks aan. Zonder van het geld niet te verdedigen. Het leverde niks op. Ja, ik loop nog verder op de gebeurtenissen vooruit. Wat Hitlers ambitie was, een imperium niet in Afrika, maar een imperium in Europa. Ten koste van de Sovjet-Unie. De Oekraïne als imperiaal wingewest. Zo moet u het zien. Dat was de Oostpolitiek. We komen daar ook nog allemaal over. Ja. U ziet, het wordt beren spannend, maar ik kan niet te veel onthullen over wat het gaat worden. Hier was nog iemand, vooraan. En dat is... ik ben bereid om tot half elf vragen te beantwoorden, maar ik weet niet precies wat jullie... Het is 9:30. U mag nog hoor, wees veel. Ja, dat is goed. Veel landen van Europa hebben de revue gepasseerd. Het enige land wat ik eigenlijk gemist heb, de landen, was Iberisch Schiereiland. En toen zat ik ook tijdens het wachten op het stellen van mijn vraag, zat ik verder te piekeren. En toen dacht ik van nou, u had ook eventjes over dat oude zootje wat daar zo lekker bezig is. Dat is dan het Engels en het Europa enzovoort enzovoort nu. Was Spanje dan in die tijd ongeveer hetzelfde in Europa? Ja, Spanje was een soort middeleeuwse boedel. Spanje is pas gemoderniseerd geraakt door het toeristenverkeer vanaf het begin van de jaren 60 en na de dood van Franco. Spanje heeft een zonderbaarlijke renaissance doorgemaakt in de afgelopen 30, 40 jaar. Maar als u even kijkt, het Iberisch Schiereiland is natuurlijk sterk geïsoleerd. Het is geografisch geïsoleerd en... Dat niet alleen, als u een beetje naar het wielrennen kijkt. Hè, die Vuelta die wordt ook gevolgd door van die helikopters. En dan ziet u dat klimaattechnisch Spanje eigenlijk bij Afrika hoort. En niet bij... Is u ooit het verschil opgevallen tussen Frankrijk uit de helikopter en Spanje uit de helikopter? Hè? Spanje is zo droog. Dat is gewoon een soort oud post van de Sahara. Vandaar dat ze nu allerlei rivieren willen verleggen om überhaupt aan Zuid-Spanje nog wat water er toen toe komen. Maar ze hadden wel een boel geld. Ik bedoel, ze hadden wel die kolonies in Zuid-Amerika en zo. Nee,
Nee, die waren ze al lang kwijt. Nee. U loopt anderhalve eeuw achter. De Spanjaarden zijn hun kolonies kwijtgeraakt in de Napoleontische tijd. He, met Simon Bolivar en van Bolivia. En toen zijn al die Spaanse kolonies in Latijns-Amerika, die zijn zelfstandig geworden. Nee, Spanje had alleen nog in Noord-Afrika enkele gebieden. He, die ze pas in een veel later stadium zijn kwijtgeraakt, maar die verder niet veel zoden aan de dijk zetten. En ze wouden natuurlijk Gibraltar hebben, maar dat hebben ze nog steeds niet. He. Want die Gibraltaranen, hoe zou je die noemen? Dat is weer zo'n kolonie die je niet kwijtraakt. Hè? De Engelsen hebben geloof ik ook, ja, wat heb je nou tegenwoordig aan Gibraltar? Hè? Dat zijn een paar van die apen en zo. En heb je het wel eens een beetje gehad eigenlijk. En ik geloof dat de Engelsen ook wel eens voorzichtig hebben gezegd van, goh, zou je hun toch niet liever, hè? Dat is moederland en zo. Maar daar voelen ze niks voor. Hè? Ze blijven veel liever bij Engeland. Wat je ook alweer, hè? Ja. Ja, maar wie zouden wij? Nou. Wij hebben ons ook verzelfstandigd van de Spanjaarden, laten we wel wezen. Heb ik al uw vragen beantwoord? Ja. Ja, ik dacht dat u zou gaan zeggen, waarom wordt Nederland niet genoemd? He? Ja, je denkt toch trots op Nederland en zo? Spelen wij geen enkele rol in de wereldgeschiedenis? Nee, wij spelen geen enkele rol in de wereldgeschiedenis. Wij zijn, zoals u weet, neutraal gebleven. Ik zeg het nu maar vast dat u niet morgen, dat u niet morgen denkt, goh, waar is Nederland toch? Hè? Hoe komt het dat ik niks over Cort van der Linde hoor? Dat is toch een, ja, overigens een man van formaat, by the way, onze belangrijkste minister-president van de vorige eeuw. Dus niet Drees, niet Den Uyl, niet Colijn, maar Cort van der Linde. Hele zonderlinge figuur in velerlei opzichten, een soort beschaafde linksliberale leninist. Ja, ga ik nou niet allemaal uitleggen, maar toch een heel interessante figuur. Maar Nederland speelt, ja, wij spelen geen rol. Wij zijn een speelbal natuurlijk eigenlijk. Ja, wij voeren een neutraliteitspolitiek sinds 1830 natuurlijk. Hè, sinds die zeepert dat die stomme Belgen ons in de steek gelaten hebben. Ja, vandaar dat ze nu alsmaar ruzie onder elkaar hebben, eigen schuld, dikke bult. En voor die neutraliteitspolitiek was het maar afwachten of de grote mogendheden wel of niet bereid waren om die neutraliteit, om die te eerbiedigen, ja of nee. En dat doen ze in 1914, om redenen van eigen belang, by the way, helemaal niet omdat ze ons zo aardig vonden of zo, om redenen van eigen belang. En dat bleek ook wel te werken in de volgende jaren. Ja, en zoals u weet, in de Tweede Wereldoorlog dachten de Duitsers er anders over en dachten ze dat het strategisch interessanter was om ons te bezetten. Ja, en verzet had weinig zin natuurlijk. Hè? Nou ja, u weet, we hebben ons heroïsch teweergesteld, maar ja. Maar hadden we niet, vraag ik me wel eens af, beter kunnen doen wat de Denen hebben gedaan? Hè? Die hebben de slagboom omhoog gedaan en gezegd van ja, als het dan moet, dan doe maar, hè? Maar we gaan niet schieten. Nou, ik weet niet hoeveel mensen hebben wij verloren in de meidagen. 1500 of zo. 2000, 2500, iets in die geest. Maar goed, dat. Nee, dus wij waren. Spelen wij nu een prominente rol op het wereldtoneel? Nee. Ja, als je naar Balkenende luistert, hè, dan is het een magistrale prestatie dat we hier het Europese volkslied niet meer hoeven te zingen. Hè? Ja, u weet, het Studium Generale was oorspronkelijk van plan om elke avond af te sluiten met het Europese volkslied. Maar nu mag het niet meer. Hè. Wij willen daar niks mee te maken hebben. Ook die vlag, die is ook... als u nog een Europese vlag thuis heeft liggen, ga dat maar verbranden. Oh, schande. Schande. Is dat wel... Is dat wel bekend bij de autoriteiten? Nou, het is verschrikkelijk gewoon. Een abominatie. Je wordt er gewoon onpasselijk van. Hè? Ja, dat is een aantasting van onze soevereiniteit. Ja, het mooiste. Nou ja, enzovoort. Ja, u begrijpt wat ik daarvan denk. Hè, van dat wonderlijke idee. Weet u nog dat Balkenende een paar maanden geleden naar Berlijn ging? Dat er ook eens zo'n sfeer werd gecreëerd van
Balkenende komt naar Berlijn. Dat ze daar al wekenlang nerveus waren. En toen kwam die terug en hij had ze een poepie laten ruiken. We hoefden het volkslied niet meer te zingen en dit is de laatste Europese vlag. Die wordt weg, die hangt er morgen niet meer. Dat kan ik u wel vertellen. He? Als dat Geert Wilders en die hele... Nou ja, oké. Okay. Dat is wel mooi geweest zo, hè?